De aankoopkoers wordt 14,018 voor 1 US dollar. De verkoopkoers FRD 14,290 voor 1 US dollar. De koersaanpassing is onderdeel van een pakket aan maatregelen die de regering heeft aangekondigd en goedgekeurd is door het parlement. Bescherming van de meest kwetsbare groepen behoort ook tot de maatregelen. De vivenbanken en wisselkantoren zijn de enige erkende en bevoegde instantie waarmee het bedrijfsleven en het publiek wisseltransacties mogen verrichten. Koersopgaven van individuen of bedrijven, zoals dat in het verleden gebeurde, is niet toegestaan. Opsporing en vervolging van overtreders zal in overleg en samenwerking met de desbetreffende instanties die daartoe bevoegd zijn, stringent worden nageleefd. De koers geldt voor de gehele economie. Als er uitzonderingen worden gemaakt, dan kan dat door daartoe bevoegde instanties. Het geldt natuurlijk niet voor de basisgoederen, hè? Dus is dat voor de hele economie, maar geldt ook voor de basisgoederen? Als u zegt niet voor basisgoederen, u bedoelt daarmee de invoerrechten. Omdat de importgoederen bij de importeurs, want dat is al door de overheid onderzocht, daar zie je dat de prijs van zelfs meer dan 14 al wordt doorgerekend. Dus u hebt het nu over de invoerrechten. Nee. Dus de invoerrechten kunnen op grond van die hogere koers een impact hebben, dat er dus een marginale toename is. Maar voor die strategische goederen, als u dat bedoelt, daarvoor is er een nul. Een nultarief. Dus ik zou niet weten waarom die prijzen hoger moeten worden, indien de prijzen nu al zijn gebaseerd op juist een hogere koers dan 14. Brandstof, gaat die ook omhoog of is daar een uitzondering voor? Als het gaat om maatregelen die samenhangen om de samenleving in een bepaald opzicht, ik zal maar zeggen, te subsidiëren. Ik zal maar het woord in de mond nemen. Ja, want u vroeg dat voor benzine en andere. Dat zijn maatregelen die getroffen worden door de regering. Dus kortom, de koersafkondiging geldt voor alles en iedereen. Maar de uitzonderingen, oftewel in de vorm van subsidies, dat valt onder het pakket maatregelen te nemen door de regering. Daar gaat de centrale bank niet over. Uiteraard zijn we wel adviseur voor de staat. Er is vaak genoeg gesproken over de verschillende groepen die illegaal valuta verkopen. Hoe zal een controle uitgevoerd worden waardoor wij dus niet meer te maken zullen krijgen met stijgende koersen? Ik denk dat u als burger, u en ik, wij moeten geen transacties doen, zoals ik zei, met illegale partijen. En als u als burger in het bezit bent van vreemde valuta, en dat mag, ja, want dat is, u bent daar vrij in, dan als u dat wil wisselen, dan moet u naar een van de instellingen die door de bank erkend zijn. En dat betreft dus een wisselkantoor, oftewel een deviezenbank. Dan is er helemaal niks aan de hand. Het probleem ontstaat wanneer u voor een verkoop wat u wil doen, uw eigen marktje wil gaan creëren. Of u wil anderen inzetten om illegaal het aan te bieden weer aan anderen. Dat is verboden. Maar dat was eerder ook al verboden. Alleen, we hebben het met z'n allen heel lang gedoogd. En het is scheef gegroeid. Dus we moeten even, het knopje moet om. En we moeten helemaal niet meer denken in die richting. Want dat kan niet. Wat zou er moeten gebeuren om de koers naar beneden te krijgen? U zegt, wat zou er moeten gebeuren? Ik ga dat als volgt aan u voorhouden. Als we met z'n allen een overschot hebben aan deviezen. En stel u zich eens voor dat de situatie van de geprojecteerde oliedollars, die zijn geprojecteerd vanaf 2025, dat we ze nu een groot deel al naar voren kunnen halen. En dat die behoefte
En dat dat veel meer is dan de behoefte die we met z'n allen hebben. En tevens nog wat we met z'n allen samen doen aan exporten. Omdat we natuurlijk aan importen nooit zoveel zouden kunnen hebben. Als u me de vraag zo stelt, dan zeg ik ja. Als die situatie zich voordoet, dan betekent het dus wel dat je middels een dermate overschot je dan een appreciatie krijgt. Dus moeten we wachten tot die olie gelden dat we koers. Ja, u hebt me uitgedaagd voor het antwoord. En daarom zitten we nu, tussen nu en dan, met de uitdaging. En of we gaan met z'n allen, wat ik heb gezegd in het einde van mijn statement, gaan we de importvervanging moeten bekijken, de exporten duwen. En wanneer het gaat om overliquide middelen of overliquiditeiten, er zijn zoveel andere macro-economische aspecten die we natuurlijk ook zelf in de hand hebben om in ieder geval die stijging te mitigeren. Maar uw vraag was om het omlaag te krijgen. En nogmaals, omlaag krijgen kan alleen omdat de berekening die we maken, het uitgangspunt is ook de betalingsbalans. Dus dan moeten we daar dermate overschotten hebben dat we eigenlijk moeten gaan nadenken hoe gaan we die overschotten verdelen of wat gaan we ermee doen.